Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Parkitect. En dit keer gaan we verder aan onze hangende achtbaan. Gewoon wat thematiseren. Ik heb gemerkt dat ik heel veel in de afleveringen niet vaak thematiseer. En dat is toch wel belangrijk, want in Planet Coaster, in Parkitect, kan je dat ook gewoon lekker gaan doen eigenlijk. En dit is het kasteelthema bij de hangende attractie. Wat ik heb toegevoegd, terwijl ik niks heb opgenomen, is dit soort van blueprint. En een blueprint kan je nieuw downloaden via de workshop van Steam. Zijn er ontzettend veel mensen nu heel erg actief aan het doen. En die maken allemaal blueprints. En dat houdt in bepaalde structures, als je het vergelijkt met rollercoaster. En dat zijn bijvoorbeeld torentjes, zoals je ziet. En een kasteel dingetje, weet ik veel. Die heb ik hier geplaatst. En ik heb hier nog wat torentjes neergezet. Ik heb hier daakjes opgezet. En je ziet dat het er best wel leuk uit gaat zien. Ja, we gaan hier nog meer thematiseren. Want hier aan de zijkant wil ik ook nog wat hebben. Even kijken, als we hier nou eerst het pad gaan opvullen. We hebben ook nieuwe paden, dat weten jullie. Zo. En misschien kunnen we een pad hier door laten gaan naar de achterkant. Want ik vind dat we hier... Hier mogen we ook nog wat thematiseren. Ik bedoel, hier staat een berg, maar dan kunnen we net zo goed eventjes ervan afkomen. Hoppakee, even verwijderen. Zo. Ze hebben in ieder geval het spel iets verbeterd. Iets, ik bedoel, ze zijn hard aan het werk om het spel te optimaliseren. Ze hebben gezegd dat ze qua RAM-geheugen, dat ze ruim 90% versneld hebben. Dingen, RAM-geheugen, iets in die zin of zo. Ik weet niet precies wat, maar ze hebben iets verbeterd. En in ieder geval, het spel moet dus een soort van sneller gaan lopen. Maar ja, ik merk het niet erg als ik uitzoom. Misschien omdat mijn park een beetje te vol staat. Maar goed, dat geeft allemaal niet. Kijk eens, we maken gewoon een heel leuk pad hier langs het water. En die sluiten we aan met dit pad. Zo, kijk. Dan kan je dus via twee manieren naar dit gebied. En dan maken we hier een soort van een pleintje of een winkeltje. En dan komt het helemaal goed. Ik pak gewoon zo'n blueprint. En dan kiezen wij zo'n zoiets als dit. En dan maken we een soort ingang van. Kijk, mensen lopen door dat kasteel heen. Hartstikke leuk. En dan maken we hier nog zo'n toren aan vast. Die doen we gewoon ergens in de... Gewoon hier zo of zo, denk ik. En doen we daarvoor allemaal plantjes. Kijk, dus je ziet ook dat diegene die dit torentje heeft gemaakt... uit de standaard objecten... die heeft ook wat rots hier en daar geplaatst. En het leuke is dat ik nu ook met rocks... kan ik hier en daar wat gaan teamen. Dat het mooi doorloopt. En als ik dan wat grotere rotsen pak, zoals dit... Kijk, kan ik iets de grond in gooien. Dan kan ik een soort muur van maken van rotsen. Dat is misschien wel heel tof. Nou, dan doen we hier ook een grote rots, zo. En dan gaat het door tot in het water. Ik pak dan wel een ander formaat... Zo. En hier doen we dan ook nog een paar formaatjes die zo naar het water lopen. En dan kunnen we daartussendoor kunnen we wel wat andere dingen toevoegen. Even kijken, waarom gaat het... Oké, nu zie ik wat meer. Je ziet ook hekjes die onzichtbaar zijn. Die kan ik nu weghalen. Die moet ik dus nog updaten, zodat ze te zien zijn hier. En kijk, hier loopt ook een hekje. Zo, die heb ik nu weggehaald. Plantjes. We gaan eens kijken. Wat voor plantjes kunnen we hier toevoegen? Kijk, die zijn nieuw toegevoegd. Planter logs. Planter iron. Die zien er wel echt tof uit. Dat zijn voor mij geen standaard objecten. Oh, dat zijn wel standaard objecten, geloof ik. Die zijn nieuw erbij gekomen. Ook deze, dat zijn een soort van potjes. Die in een soort van houten beker staan, om het zo te zeggen. En deze staan in ijzerbeker. Die zien er ook wel leuk uit. Maar ik heb vooral de potplants heb ik gebruikt. En die kan je dan hier inzetten. En daar niet, want er staat een steen in de buurt. Misschien gewoon hier binnen zo. En doen we het ook proberen om het aan de andere kant neer te zetten. Als het lukt. Die toren staat ervoor, waardoor ik niet daar binnen kan kijken. Oh, wacht, via deze kant wel. En dan doen we hier ook zo. Volgens mij loopt het een stukje naar boven zelfs daar zo, dit pad. Of het lijkt maar zo. Goed, de mensen kunnen nu in ieder geval hopelijk daar naartoe gaan lopen. Ja, zie je het? Het lijkt net of het een kuil heeft. Zie je dat? Kom misschien door de stenen of zo. Maar mensen, ik hoop dat ze daar naartoe gaan lopen. Goed. Ja, dan komen mensen al daar vandaan. Wat grappig. En die kijken niet eens naar de teaming. Wat jammer dit. We kunnen wat meer teaming hier aanbrengen. Dit is ook nog kaal. Misschien moeten we gaan zoeken naar de muur die kleur heeft. Maar ik weet niet welke muur er is gebruikt. Dus dat moet ik even gaan zoeken. Ik denk als ik deze muur gebruik, gewoon zeg maar de witte muur. En we gaan kijken wat voor kleur dit heb. Dan moet het goed komen. Maar ik ben even vergeten hoe we dat ook weer deden met die kleur. Volgens mij moet ik het even opnieuw doen. Want ik deed het helemaal niet goed. We gaan weer naar muren toe. Walls. En dan kan je zo'n kleuricoontje erbij aanselecteren, zo. En dan kan je volgens mij met deze, net als in Photoshop, precies hetzelfde, kan je zo over die kleur gaan. En als het goed is, heb ik nu dezelfde kleur grijs inderdaad, als die muur hiernaast. Zie je dat? Dat is wel tof. Misschien kunnen we wat lager maken. En dan maak ik gewoon een roof erop. Dat is misschien nog beter. Dus dan pak ik nu even, dan gaan we naar de roofs toe, hier links. Even kijken, er zijn zoveel roofs. Hier, en dan hebben we het Chinees en we deze... Die kunnen we dan voor dit gebruiken zo. Hoppakee. Dat ziet er leuk uit, toch? En dit is allemaal vlak. Dat vind ik jammer. Dat kunnen we ook wijzigen misschien, hoor. Als ik nou gewoon dit doe. En ik maak er gewoon zo'n dakje op.
dan ziet dat er ook wel leuk uit. Kijk eens. Voilà. Veel leuker dan de platte, vind ik zelf. Laat ik dat gewoon doortrekken dan, zo. Hoppakee. Ja, ik vind dat wel een leuke ogen dit. Het is echt een kasteelgebiedje aan het worden. Echt gaaf. We kunnen hier ook wel teamen. Maar ja, ik pak gewoon een blueprint. Dat is gewoon makkelijk. Je hebt ook deze Alpha. Dit is een Alpha gebouwtje. Een Alphine Village gebouwtje. Die ziet er echt super mooi uit. Alleen om hem hier te plaatsen vind ik niet zo heel erg. Het past niet zo erbij. Oh, daar gaan allemaal ballonnen de lucht in. Oké, die kan je laten exploderen. Hoppakee. Waarom komt er allemaal sap uit? Zijn het sapballonnen? Het zijn gewoon dikke sapballonnen. Wow. Oké, of het zijn waarschijnlijk dat plastic wat uit elkaar spat. Het zijn geen sapballonnen. Ik dacht eens dat het sapballonnen zijn. Gewoon gevuld met limonade, weet je wel? Dat je gewoon verplicht bent aan het eind van je dag om die ballon open te prikken. En dat je dan lekker allemaal cola over je heen krijgt of zo. Dat is echt wel een kliedebol eigenlijk. Een pier. Een pier hebben we ook. Die kunnen we hier neerzetten. Bij het water. Dat ziet er leuk uit, denk ik. Als we dat een beetje hoog neerzetten zo. En dan moeten we wel iets hebben van een. Even kijken dat het een beetje grenst aan. Je weet wel. Even kijken hoor. Nu gaat het volgens mij door de. Oh, nu komt het pas boven water. Kijk. Doen we eentje lager. Zet hem hier aan de zijkant. En dan moeten we eigenlijk een pad hebben wat daar naartoe gaat. Dat is misschien wel realistisch. Dus misschien wel iets van. Dit. Zoiets. Is dat een idee? Ik weet niet. Ja, nee. We doen het gewoon niet. Misschien moet ik de grond gaan kleuren. Want dat kan je voor mij ook doen. Als je hier de kleur kiest. Dan heb je allemaal soorten kleuren terrein. En dan zou je in principe zoiets kunnen doen. Kijk. Dan heb je gewoon. Ja, ik vind het niet mooi. Kijk, dat is ook niet mooi. Ik vind sowieso met die kleuren. Dat moet gefade worden en zo. Niet dat je elk hokje een kleur hebt. Dat ziet er niet uit. Oké. Wat gaan we hier doen? Bloemetjes. Plantjes en dat soort dingen. Dus we gaan eens even kijken naar de nature. En er zitten waarschijnlijk alle bomen wel een beetje in de buurt. Nou, ik gooi maar gewoon zomaar wat neer. Ik weet nog niet van die boom hoort bij dat thema. Dat ga ik ook niet onthouden allemaal. Zo. Gewoon wat ik denk wat leuk staat, dat gooi ik gewoon neer. We moeten sowieso een hekje gooien hier. Want mensen mogen niet zomaar op het gras gaan lopen als we weer realistisch gaan denken. Dus dan gaan we even kijken naar de fences. En dan gaat het allemaal laden. Het is echt een voordeel dat Parkitect nu eindelijk hoort bij Steam. Dat is echt super tof. En weet je waarom? Omdat ja, je hebt zoveel mogelijkheden. Het is zeg maar, het is zo briljant gedaan gewoon. Ik weet het niet. Het is echt, ja, je hebt veel meer downloads en mensen kunnen heel veel delen. En ik denk dat Parkitect gewoon zo heeft lopen wachten op deze dag dat het gewoon naar Steam kwam. Omdat, ja, ze kunnen nu veel meer uitbreiden. Ze worden nu bekender, omdat mensen ook, ja, via Steam is toch anders dan zo'n foundation site, om het zo te noemen. Dat mensen echt van, ja, ze weten nog niet wat ze krijgen. Ook al hebben ze wel gameplay gezien. Maar het is wel even afwachten of het echt een groot succes wordt. En nu ze dus zeg maar zoveel hebben verdiend, kunnen ze ook zeggen van, nou, we gaan gewoon over naar Steam. En dan gaan we gewoon lekker geld verdienen via Steam. Dat is gewoon super tof. En ja, dat is gewoon echt fijn als je als ontwikkelaar dat allemaal kan doen. Dat is echt gaaf. Oké, even kijken. Hier nog wat rotsen. Misschien even draaien met spatie, zo. Dan loopt het een beetje omhoog als een trappetje. En dan wil ik in ieder geval nog wat plantjes er tussendoor hebben. Even kijken, dan moet ik denk ik naar nature. Ik mis wel een beetje die bosjes. Volgens mij zitten die in de Jurassic Park scene. Of hij zit hier wel tussen. Volgens mij niet. Dan moet ik even zoeken naar, als ik hier invul Jurassic. Ik denk niet dat ik hem krijg. Nee. Dino? Nee. Misschien een bush? Ook niet. En een bos. En een plant. Een plant wel. Maar dan krijg ik volgens mij niet wel long grass. Die kan ik hier wel tussen doen. Oh, wacht. Dit rotje zweeft. Zie je dat? Want dat gras dat staat, steekt erboven. Oké, je kan in ieder geval lang gras selecteren. Jeetje, wat een gedoe om dat allemaal handmatig zo toe te voegen. Het heeft wel iets trouwens. Als we dat gewoon hier en daar wat toevoegen. Langs de zijkant. Dan had ik wat bloemetjes erbij en zo. Hier nog wat, zo. En even kijken hoor. Waar is die? Och, ik wil hem zoeken. Wacht even, hij staat ergens hier tussen. Hier heb ik hem gevonden. Hij staat gewoon hier tussen bij de Dino Floor. Ik had Dino ingevuld, toch? Ja, als ik nu Dino invul, dan zal het waarschijnlijk wel komen. Plantje, of niet? Ja, hier, de Dino Floor Bush. Oh, hier zo. Ja, die kunnen we gebruiken. Dat vind ik een leuk plantje. Die kunnen we makkelijk overal een beetje neerzetten, zo. Leuk plantje. Maar het is wel het nadeel als je je game dus niet update met die plant. En je spel wordt geüpdate. Dan ziet hij dat plantje niet. En dan zie je allemaal onzichtbare plantjes in je park. Dus let er wel mee op. Maar ik hoop dat ze in de toekomst, als ze gaan uitbreiden. Natuurlijk gaan parken uitbreiden. Dan gaan ze in ieder geval veel meer van die planten toevoegen. Althans, dat hoop ik wel in ieder geval. Goed, die rots moest nog eventjes toevoegen. Rock. Jammer dat hij nou niks vindt. Misschien moet ik het selecteren. Oh, ik moet het tabblad selecteren waar dit natuurlijk in staat. Vandaar dat hij net niet die dino zag. Oké. Ik
Kijk, dan kunnen we die hier zo... Kijk, dit is wat mooier. Nou ja, mooi weet ik niet, maar dat ziet er beter uit in ieder geval. En misschien kunnen we nog wat nature zoeken. Even rock weghalen. Dan krijgen we nog wat grote planten. Dat vul ik gewoon daar zo. Hoppakee. Nou, dit ziet er toch leuk uit. Ik vind het een mooi ritje geworden. Zo, hier nog wat plantjes. En hier aan de zijkant misschien nog wat teaming. Nee, ik vind dit wel... Ik vind het leuk geworden, dit stuk. Laten we nog verder gaan kijken. Want volgens mij hebben we nog genoeg gedeeltes die we moeten afwerken. Hier een plantje weghalen. Serieus, dit is zeg maar het onkruid. Dit is een plantje die ik niet kan weghalen. Maar dit zit gewoon standaard op het spel, zeg maar. Dat is best wel leuk gedaan. Kijk, en als we nu gewoon een pad eroverheen doen, dan wordt het ook automatisch weggehaald. Kan ik dit connecten met daar? Even kijken hoor. Als we dit nou eens weghalen en we maken hier gewoon een pad wat daar naartoe verbindt. Zo. Hoppakee. Dan is dat wel leuk, denk ik. Alleen dit is niet zo mooi. Dus als we dit nou zo doen. En... ja, ik vind het jammer dat ik dat grijs helemaal aan de zijkant heb laten maken. Het ziet er op zich wel leuk uit. Maar dan moet ik dat overal doen, weet je wel. Dat is, ja, dat is minder. Misschien tot hier, dat is wel leuk. En dan doen we hier gewoon een grote boom. Dat in ieder geval daar niks meer kan komen. Kijk, zo, hoppakee. Dat is het einde van het pad. Zo. Hier nog wat boompies. Voilà. Ja, want we hebben best wel veel achtbanen gebouwd. Ik wil eens gaan tellen hoeveel we er hebben. Want er is altijd zo'n spel, net als rollercoaster, dan wil je gewoon zoveel mogelijk achtbanen maken. Dit is de eerste, in de hoek. Dan gaan we door. Dan hebben we, even kijken hoor. Een verdwenen attractie. Misschien moet ik die gewoon even weghalen. Maar dat kan natuurlijk nu helemaal niet, want die attractie is niet zichtbaar. Dus die moet ik eerst updaten voordat ik hem weghaal. Dan hebben we de tweede achtbaan, dat is deze. Een beetje familiecoaster eigenlijk. Trouwens wel een hele drukke wachtrij, maar waarom rijdt er geen karretje? Is die kapot of zo? Hallo? Waarom rijdt er maar 4 van de 5 treintjes... Er rijdt helemaal... Voor mij is die kapot of zo. Nou goed. De tweede achtbaan, dus de derde. Dan krijgen wij de vierde, dat is de houten. Dan gaan we verder naar onder. Dan is de vijfde achtbaan die. En de zesde is de hangende. Dus we hebben 6 achtbanen. Dat is best veel. Misschien moeten we nog eens kijken naar een nieuwe attractie. Of sowieso een nieuwe achtbaan. Dat lijkt me ook tof. Maar hebben wij de plek voor? Ik denk het namelijk niet. Zo, ik heb even gekeken door mijn park en ik heb besloten om geen nieuwe attractie vandaag in deze aflevering te maken, want er is gewoon geen plek. Ik kan jullie uitzoomen, het is bijna compleet volgebouwd en dat is echt wel heel tof. Het lekt een beetje, excuus daarvoor. In ieder geval, hier komt dan waarschijnlijk een nieuwe attractie, hier op de plek. Maar ik vind dat we een beetje meer teaming moeten doen voor de Lochflum, omdat hij is een beetje kaal, hij is een beetje saai denk ik. En ik vind persoonlijk dat als je kijkt naar attractieparken, dat er altijd heel vaak zulke attracties zijn van die Lochflums, die er super lelijk of helemaal niet gethematiseerd zijn. Dat is je wel eens opgevallen dat heel vaak niet het geval is? Neem een voorbeeld aan de Rivliet. Ja, natuurlijk is dat gewoon een park die niet echt heel erg mooi gethematiseerd is, maar het is wel een voorbeeld, weet je. En ja, kijk, we kunnen makkelijk iets doen zoals dit. Kijk, een beetje lager maken. Misschien nog lager zelfs. Kijk, een beetje dat. En een beetje zo. Kijk, dan is het oog het wel wat leuker al. Misschien als ik hem 2 keer draai zo. En dan doen we hier een steen. Kijk, dan is dat best wel vetter. Dan is het niet zo kaal dat je zeg maar een soort van grot ingaat. Maar je gaat echt... Ja, je gaat een grot in. Maar anders denk je van je gaat een tunnel in. En nu is het meer een grot gevoel. Dus dat is wel heel vet. En je kan natuurlijk de rotsen ook wat groter maken. Zodat je wat grotere oppervlaktes kan mooi maken. Kijk, dit is ook lelijk nog, zie je het. Maar dit ziet er al wat leuker uit. Even kijken hoor. Ik denk dat we wat vooruit gaan spoelen. Terwijl jullie zien hoe ik dit een beetje mooi ga maken. Heel veel kijkplezier. We'll be right back.
Zo, ik heb mijn best weer gedaan. In ieder geval, het ziet er nu wel een stuk beter uit aan. Nog niet de hele attractie, maar wel een gedeelte van deze attractie is nu wel wat frisser, wat leuker. Ik vind het er ook mooier uitzien. Het zag inderdaad heel kaal uit. En het is leuk om nu de attracties echt een beetje aankleding te geven voor wat we nu ook kunnen bouwen. En ja, ik ben er eigenlijk best wel verliefd op. Vooral dit stukje. Het ziet er echt heel leuk uit. Zo met die boomstammetjes door elkaar heen. Ik denk dat het park er leuk gaat uitzien als we dit gewoon bij een aantal attracties gaan doen die er een beetje kaal uitzien. Hopelijk vond jij het ook een leuke aflevering. Laat vooral een dikke duim achter. En volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering in Parkitect. Doei!